Ik ben Bas, ik ben omgevingsmanager en we staan hier op de dijk tussen Moerdijk en Drimmelen. We gaan deze dijk binnenkort versterken als onderdeel van het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma. Uit berekening is namelijk gebleken dat de dijk niet op alle stukken voldoet voor de toekomst. Om de dijk te versterken zijn er allerlei oplossingsrichtingen. En we moeten natuurlijk eerst bepalen wat de beste oplossingsrichting is. De komende 2 jaar gaan we toewerken naar die beste oplossing en daarvoor gaan we eerst een afwegingskader opstellen. Input voordat het afwegingskader wordt geleverd door het hoogwaterbeschermingsprogramma, door het waterschap, maar ook door jullie. Want het is namelijk niet alleen van belang dat die dijk veilig is, maar ook dat je daar goed kan werken en dat je daar mooi kan wonen en goed kan recreëren en allerlei andere belangen zoals de natuur, dat we die ook meenemen in de beste oplossing. Nou, we gaan dat afwegingskader opstellen en dan komen we over 2 jaar tot de best mogelijke oplossing. En die noemen we het voorkeursalternatief. Ik ben Hanna en ik ben omgevingsmanager. En binnenkort kom ik samen met mijn collega's bij alle mensen die aan deze dijk wonen, werken of een ander belang hebben bij deze dijkversterking langs. Om persoonlijk het gesprek aan te gaan. Om enerzijds dit project verder aan jullie toe te kunnen lichten. En anderzijds met jullie kennis te kunnen maken en jullie ideeën over deze dijkversterking te horen. Ik ben Sanne en ik ben communicatieadviseur. Neem een kijkje op onze website www.brabantsedelta.nl/modrie. Daar vind je alle informatie over het project en daar kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van de dijkversterking.